Oké, kunt u mij zo nog beter staan? Wij gaan laten zien dat het vandaag vreedzaam gaat worden en samen. Geen geweld, we hebben de brandweer, we hebben de marechaussee, we hebben onderwijs. Eigenlijk hebben we alles. Nederland! Wij zijn Nederland! Maar hoeveel mensen zijn hier vandaag, denk je? Nou, ik denk dat er toch in elk geval al 2.500 mensen zijn, denk je niet? Ja, meer dan 2.000, ja. Ja, dat denk maar ik. Maar ik heb het einde van die stoet niet gezien. Er zijn er echt... Nee, precies. En het sluit nog steeds aan. Het is een hele lange stoet, hoor. Ja, absoluut. Toch hebben ze niet alle politieagenten uit de omgeving hierheen gestuurd. Is dat omdat ze dat niet kunnen zo snel, of is er iets anders veranderd? Nee, ik denk dat je precies de vinger op de zere plek legt. De burgemeester, of in ieder geval de woordvoerder van de burgemeester, die zegt... Het bevoegd gezag heeft besloten, waarop Jeroen natuurlijk vroeg van, hé, maar wacht eventjes. Wie is hier het bevoegd gezag dan? Bevoegd dat was toch de burgemeester? Want nee, als het niet de burgemeester is, dan hebben we te maken met een noodtoestand. Ja. Nico, wil jij wat zeggen voor de camera? Ja. Nou ja, we zijn in Baren. Een mooi pittoresk Baren. En ik heb een nieuwe gimmick. Ik heb wollen mutsjes. Als er dan wind overheen waait, dan ruist die minder. Dat is het idee in ieder geval. Ah, oké. Okay. En het ziet er ook heel gezellig uit. Ja, nou zo gezellig. Mijn familie wilde daar meteen oogjes op plakken. Dan zijn het wuppies. Ik maak podcast. Oh ja. En vorige week was ik in Hellevoetsluis. En dan kwam ik twee ukulele-spelers tegen. En toen zeiden ze, je moet zo'n ding kopen, Rico. Dat is een ukulele-revolutie. Dus ik heb zo'n ding besteld. En ik kwam gisteren over de post. Dus ik heb nog niet, ik heb nog nooit zo'n ding gespeeld. De politie is je beste kameraad. De politie weet voor alle dingen raad. Ik ken hem echt niet uit mijn hoofd. Nou, zeg maar, waar gaan we naartoe? Dat weet ik niet, we gaan ons melden en verzamelen. Nou ja, in deze reportage hebben we nog niet eens de naam van die plek. Hoe heet dat ding? Groeneveld. 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 Zo is dat, in de buurt van Baren. Op een gegeven moment... Hoeveel mensen zijn er, denk je? Wie hebben ze nu met 5.000 kilometer? 4.000-5.000. Nu al? 1.000, denk je? Ja, denk ik wel. Ja. En wat meer. Hé, maar je hebt een blauwe beret op. Ja, liever nog. Wil je ook in beeld, of niet? Ja hoor. Oh, nou, dan doe ik even de camera andersom. Bert de Keizer, uit Musselkanaal, Liebenhof veteraan. Wat heb je gedaan? Wanneer was dat? 4.83. Ja, 83. Ik 13. Ja. Ik 19. Wat, deed je vorige keer mee met de veteranen of is het je eerste keer? Nee, dat is de eerste keer. Ik werd eigenlijk getriggerd toen er gesproken werd over verkleedpartij. En dat het allemaal maar aanstellerij was. Ik denk, daar moet ik bij zijn. Ik heb mijn PTSS opgelopen. Vertel maar, wat film ik? Een eremedaille. Draag is je gewonden. Dat je gewond bent geraakt, maar uiteindelijk wel overleefd hebt. Wat goed dat je er bent. Wat verwacht je van me vandaag? Ik zie trouwens meer blauwe beretten. Kijk, blauwe beretten. Je moet even uitleggen wat blauwe beretten zijn tegenover de groene. Een blauwe beret ben je eigenlijk in dienst geweest voor missies in het buitenland. En hoofdzakelijk vredesmissies. Mooi dat. Wat verwacht je van vandaag? Ik hoop dat het rustig en vredig blijft. Dat is mijn hoop. Wat ik ervan verwacht is... Dat dit wel indruk gaat maken, denk ik, deze tocht. En van mij uit al de compliment voor Dennis Spaanstra die dat uiteindelijk allemaal organiseert. Ja, hè? Toppen. Veel plezier, hè? Dankjewel. Leuk dat jij ook muziek maakt. Ja, zeker! Dat was een kant die ik nog niet gezien had. Ik heb wel eens wat podcast dingetjes gezien, maar... Nou, het begon als muzikant, alleen ik weet niet zo goed waar ik dan muziek moet maken. En dan bloedt dat weer dood. Hij zegt, ga je demonstreren? Ben je soms een terrorist? De politie is mijn beste kameraad. Bij mijn raad en daad. De politie, als ik hem tegenkom kom op straat. De politie is mijn beste kameraad. We moeten even oefenen nog, hè? Maar ja, dit is dan voor het eerst. Voor een eerste keer. Ja, precies. Ja,
het is ook gewoon oefenen. Samen spelen. Maar jij hebt van de week geleerd, denk ik wel. Nou, gisteren. Deze kwam gisteren om 2 uur of 3 uur 's middags in de post. Heb je eerder ukulele gespeeld? Nee. Oké. Okay. Oké, nou, ik ben Rico. Wil je zeggen hoe je heet? Ja, ik ben Maarten. Hey Maarten. Maarten van den Berg uit Breda. En ik had het net met jouw cameravrouw erover. Wendy, ja. Dat ik onder andere actief ben bij de Luisterlijn. En dat is de volwassen variant op de kindertelefoon. Oh. En dat ik dus in het afgelopen jaar heel veel mensen heb gesproken die echt extreem lijden onder de maatregelen. Ja. En ook mensen uit België bijvoorbeeld, hè, die nog veel meer vast hebben gezeten en nog steeds wel. Ja. En ik ben ontzettend blij dat ik hier kan staan en dat we kunnen genieten van het feit dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Ja, er zijn 1500 vrijwilligers in het hele land die 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat wil ik nu weten. Eerst wat ik wil weten dan. Hoe druk was het voor maart vorig jaar en in vergelijking daarmee, hoe gaat het nu? Nou, ik kan niet zeggen dat het nou extreem veel drukker is geworden. Ik kan ook niet zeggen dat alle gesprekken nu over corona gaan. Maar er zijn wel mensen die veel meer lijden door de maatregelen. Of doordat ze vinden dat ze zich daaraan moeten houden. Of dat hun mensen om hen heen dat vinden. Dus het lijden aan de maatregelen is alle kanten op best heel groot. Ja. Is er iets gemeenschappelijk? De telefoon, als ik nu vraag, waar gaan de meeste telefoontjes over? Hoe zou je dat dan duiden? Ja, veel telefoontjes gaan echt over eenzaamheid, over de psychiatrie. Dus over dat je vastloopt en dat je gevoel voor je gevoel niet goed geholpen wordt. Maar ja, dus ook over je gezondheid en over dat je bang bent om dood te gaan. Of dat je juist dood wil. Dus al die vraagstukken die een mens met zich mee kan dragen, die komen wel aan bod. Oké, ik word ook flink chagrijnig. Depressief is een ander woord van het afgelopen jaar. En mijn remedie voor mezelf is dan maar die podcast uithangen. Ik maak podcasts, yeah. Ik praat met positieve mensen. Yeah. En dat geeft mij, daar word ik vrolijk van. Yeah. Dat houdt me op de been. Precies. Hoe doen die 1500 vrijwilligers dat dan? Als je de hele dag Je doet een dienst van 4 uur. Dus het is niet dat je de hele dag daar zit. Hè. Dan nemen andere vrijwilligers weer over. En voor mezelf is het zo dat ik hoef het lijden van de ander niet op te lossen. Ik ben erbij. En ik ben erbij op mijn manier. Dus ik neem de zwaarte van de ander niet over, maar ik wil hem ook niet van de ander wegnemen. Je ziet van dichtbij het verdriet in Nederland nu. Ja. Want daar bellen ze voor. Je ziet ook dit. Ja. Wat werkt er beter dan dat tegen verdriet dan wat we hier doen? Zijn er dingen die beter werken dan dit? Of is dit een wel? Nou, het maakt eigenlijk niet uit. Als ik kan zijn met alles en daarvan kan houden wat ik kan, dan maak ik daarmee het ietsje fijner. Zelfs nu in dit gesprek, maar ook aan de telefoon. Ja, heel goed. Nou, ik zeg veel plezier vandaag. Dankjewel, jij ook, hè? Je doet hier inspiratie op, denk ik, absoluut, voor de gesprekken komende weken. Dit is zo leuk. Ja. Dit is heel fijn. Hey. Ik praat zo hard als ik kan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst vandaag. Wij houden vandaag een mars voor de menselijke verbinding. Ja? Mensen voor je geven het straks door naar achteren. Wij maken een mars voor de menselijke verbinding. En die gaan we die kant op maken. En vooraan komt het spandoek van Police for Freedom. En het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Over beroepsgroepen als politie, marechaussee, artsen, militairen, veteranen, docenten, verpleegkundigen. Ja, en die gaan allemaal meelopen. Je moet hem echt tegen je mond aanzetten. Oké, kunt u mij zo nog tegen staan? Ik ben geen rasdemonstratie. Goed zo.
Het komt vanzelf goed vandaag. En met jullie hulp komt het zeker goed. Want deze mars is niet georganiseerd door mij, is niet georganiseerd door één... Nee, dat gaat niet. Die is niet georganiseerd door één groep mensen, die is georganiseerd door jullie allemaal. Omdat jullie graag willen uitspreken voor de grondrechten van de mens. Voor lichamelijke integriteit, voor saamhorigheid. Samenhorigheid. En we gaan er een mooi moment van maken. Wij starten over 5 minuten daar, die kant op. En als voorste doek is de doek van Police for Freedom. En dan gaan we erachter. En als één, er is één regel, we houden het vreedzaam vandaag. Want wij gaan laten zien dat het vandaag vreedzaam gaat worden. En samen... Dus we gaan niet schelden, we roepen positieve dingen. En iedereen hier, heb ik afspraken mee gemaakt, en iedereen zegt ik kom hier voor saamhorigheid en laten zien dat wij dat kunnen, want dat willen wij. Dank jullie wel voor uw komst en vertrek over 5 minuten, die kant op. Wil je wat zeggen dan? Ik dacht dat dit dus echt van voor de politie was. Van en voor de politie. Ja, wacht even. Maar, mag ik het opnemen? Oh, ja, ja. Pop. Kijk dan, op je button. Ja. Oh, jee. Oh, jee. Ja, alles gaat goed. Ik ben Rico. Wil je zeggen hoe je heet? Dat hoeft niet. Ja, ik ben Elina. Hoi, Elina. En, nou ja, een mooie plek om te zijn vandaag. Ik was super blij dat de politie ook nu zich uitspreekt. Ja. En dit heeft georganiseerd. En ja, eigenlijk had ik op mijn bord behalve politie ook veteranen en zorgmedewerkers moeten zetten. We gaan lopen. Oh, je kan niet weglopen, want je hebt een dopje op. Oh. Maar een super fijne dag, topdag vandaag hier. Maar, ja, ik doe jou met dat beeld erachter. Oh, volgens mij moet ik hier blijven staan. Hey. Hey Rico Brouwer! Ja! Hey, ja, jij bent er ook. Ja, hallo. Ja, dan heb ik geen wit jasje aan, maar ik kan met je praten wel, hè? Ja, tuurlijk. Nou, vertel, wat zie je? Wat gebeurt er hier? Nou, we hebben hartkloppingen. Hartkloppingen, we hebben, ja? We hebben tranen in onze ogen. Moet je kijken hoeveel mensen, Rico. Nou, vertel het maar. Nou, wat vertel het. Hiervoor lopen politieagenten. Nou, hier loopt zo'n zorg. Artsen, verpleegkundigen. We hebben de brandweer, we hebben de marechaussee, we hebben onderwijs, eindelijk onderwijs die echt georganiseerd is. Die lopen ook daarachter. Eigenlijk hebben we alles. Nederland! Nederland, wij zijn Nederland. Dus we lopen inmiddels. Ja, dus we gaan nu wandelen. Nou, ik moet het zo filmen, zonder mensen om te gooien. Met het kasteel erachter. Goed zo. Ja, hoi.
kan doen. Wat dat betreft ben ik bezig met mijn werk. Ja? Maar ik vind het fijn dat je mij te woord staat. Complimenten voor. En ik hoop dat we het rustig houden. Maar het kan ook in het noorden waar ik vandaan kom. Als ik kijk naar de demonstraties in Raalte en Bijlen, waar de politie gewoon de foto gaan met ons. Dus ik hoop dat het ook vandaag goed blijft hier. Dank u wel. Nou, super tof. Geweldig dat die mensen dat zien. Sorry jongens, ik ben toch al dood. Oh, wat een prijs. Zo. Jazeker wel, ik heb ze net weggestopt. Maar ik heb een beetje dubbelfunctie vandaag, ja. Gezelligheid brengen. Nou nee, dat kom ik altijd. Ik ben altijd van de gezelligheid. Waar je auto nu? Je laat het nu zien. Met je dit ding heb ik nog geen 24 uur. Je hebt al wel een voor. Nee, ik heb nog nooit zo'n ding gehad. Je dacht, wat is een goede manier om te proberen. Ik denk, er is hier zoveel lawaai. Nee. Nee, maar die gozer, vorige week kwam ik iemand tegen, die speelt dit. Alleen hij is verhinderd. Ja, en nou, zijn vriendje is met zijn andere ukulele, die is hier ook. Ja. Dus dan gaan we samen, de politie is mijn beste kameraad, spelen. En ik heb dat vanochtend een beetje geoefend. En het leek goed te gaan. Ach, het zijn ook maar 4 snaren, hè. Dus ja, dat is een beetje het plan. Nou, dat klinkt wel goed. Jawel toch, zal ik hem voor je doen? Ja, de politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Ja? Huh? Daarom, even kijken. Ja, ik ken de tekst dus nog niet zo goed. Maar ik heb een spiekbriefje. Oh ja. Kwam de wijkagent laatst langs. Ik vroeg, heb je me gemist? Hij zei, ga je demonstreren? Ben je soms een terrorist? De politie is mijn beste kameraad. Help me altijd bij met raad en daad. Ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. Die soms zomaar met zijn wapenstokje slaat. Leren, want dat is gewoon je recht. Dat is vol met blauwe busjes. Wordt de toekomst je toegang je ontzegd. De politie is mijn beste kameraad. Die soms zomaar bovenop je hassen slaat. Hoe uit ik de politie als ik hem tegenkom op straat? De politie was mijn beste kameraad. De politie was mijn beste kameraad. Totdat hij mijn grondrecht had geschaad. Toch hoop ik dat hij zich aansluit, want het is nog niet te laat. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. De politie begeleidt ons nu gewoon, hè? Ze rijden voor ons uit. Ja. Houd hem alsjeblieft! Ja! 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 Ja!
Ja, gewoon zo'n stukje van je mond, ook niet zo dichtbij. Hoeveel mensen zijn er vandaag? Eerlijke inschatting. Tussen de 2.000 en 3.000, denk ik. 2.000 en 3.000, zou ik ook zeggen. Hey, wat is mooi? Je loopt iets verder vooraan. Oh, gaan we verder? Ja. Oké, nou, vertel maar, wat heb jij gedaan hier sinds je aankwam in Baren? Niet dichtbij, Sorry. Ik heb eerst gezocht naar een parkeerplek, want alles staat vol. Je kan nergens meer parkeren. Hey, wel. Ja, normaal is dat vervelend, maar nu was het wel een mooi signaal. Dus ja. Leuk. Toen een stukje lopen, maar je kon op het geluid afgaan van de juichende mensen waar dat optocht was. Aangesloten en alleen maar blije mensen, feestende mensen, mensen die vol liefde zijn. Ik zat gisteren in een rechtszaal, rechtszaak online, omdat de burgemeester van Hilversum samen met die van Amersfoort en de rest van Nederland hadden bedacht dat dit soort marsen categorisch verboden worden. Dan zijn we in Baarn, dat is volgens mij ook veiligheidsregio Midden-Nederland. Ja. Toch hebben ze niet alle politieagenten uit de omgeving hierheen gestuurd. Is dat omdat ze dat niet kunnen zo snel of is er iets anders veranderd? Nee, ik denk dat je precies de vinger op de zere plek legt. De politie is er klaar mee. Dus nu is er bij het regime een heimelijk achterkamertjesoverleg geweest. Dat doen ze namelijk altijd. Alleen wat mooie was, in deze rechtszaak kwam het ook uit. De burgemeester, of in ieder geval de woordvoerder van de burgemeester, die zegt het bevoegd gezag heeft besloten. Waarop Jeroen natuurlijk vroeg van, hé, maar wacht eventjes. Wie is hier het bevoegd gezag dan? Dat was toch de burgemeester? Want nee, als het niet de burgemeester is, dan hebben we te maken met een noodtoestand. Ja. Dan moeten we het bevel van de noodtoestand boven water krijgen. Dus we gaan alles roepen. Want we hebben hier te maken met ambtsmisdrijven. Door de burgemeester van Hilversum, dat wisten we natuurlijk al na mijn onrechtmatige arrestatie. Maar het wordt steeds duidelijker en dit is wat ik mensen op het hart wil drukken. Blijf doorgaan. Deze mensen, dit zijn criminelen die jarenlang met alles weg konden komen. Alleen nu staat er een hoge druk op en staan er heel veel mensen mee te kijken. En dat zijn ze niet gewend. En staan de camera's op. Juist. En dit kan je niet stoppen. Leuk dat je er bent. Ja. Hey, kijk eens wat ik heb. Een banjo. Dat is een ukulele. Wat een ukulele. Ja. Want, had je hem al gehoord? Ja, de politie is mijn beste kameraad, hè? De politie is mijn beste kameraad. Wie zingt dat? Houd ermee op, Echt nooit, hè? Moet ik al mijn camera weer terug? Waar is die gozer nou? Hij kijkt er niet eens van op. Dankjewel. Zeggen, een podcast. Ja. Met je gezicht erop ook? Dat maakt mij niet uit. Nee, ik zeg er wel bij, ik loop met oud-militair, zou ik maar zeggen. Dus, alles wat ik zeg is een persoonlijke titel. Dan moet je dus zo meteen zeggen dat ik hem aanzet. Ja, nee. Trouwens, dat moet niet, maar je moet zeggen wat je wil. Ja.
beeld. Oké, ik zag jou voor het eerst bij die veteranen 2 weken terug. Klopt. Op het Museumplein. Klopt. En je was de enige met zo'n pet op. Ik denk dat is iets met de zee, denk ik dan. Maar dat klopt. Vertel maar, wat heb je voor pet op? Ik heb een officierspet op. Ik ben luitenant de zee geweest. Ja. Ik heb 11 jaar gediend bij de Kokermarine. Ja. En, 23 jaar geleden ben ik afgezwaaid. Toen kreeg ik een gezin. En, je bent in ieder geval een opvallende verschijning, want er zijn niet zoveel met die petten. Ja, heb je daar reacties op gehad? Ja, valt eigenlijk wel mee. Maar ik had een beret, maar die heb ik dus niet meer. Zo simpel is het. Anders had je misschien een beret opgehad. Anders had ik een beret op gehad, ja. Oh, klopt. Oké, wil je vertellen waarom je hier bent en wat je hier ziet vandaag? Nou, ik zie een fantastische menigte van mensen die vreedzaam willen demonstreren. Overigens, ik zeg even bij, ik zet dit op persoonlijke titel. Ik loop hier in het Gelid voor Vrijheid. Ja. De club heb je waarschijnlijk wel meer mensen van gezien. Maar persoonlijke titel zeg ik, ik was 14 april op Malieveld. En daar heb ik gewoon excessief geweld van de politie gezien. En ik moest zelf ook 2 keer achter een boom wegduiken. Omdat ik anders omver gereden werd door een paard. Ja, ik heb je zien rennen op de filmpjes van okay. Video in Verzet, geloof ik. Ik zag je lopen. Ik vind dat moet stoppen. Ik vind, politiemensen dienen het volk. We zijn ooit met een ideaal begonnen om het volk te dienen. Ja. Zo zijn wij als militair ook begonnen. Ja. Wij hebben ook die eed afgelegd. En wij, op deze manier wil ik gewoon een signaal afgeven aan de politiemensen. Van jongens, wij staan eigenlijk aan dezelfde kant. Wij hebben dezelfde idealen. Alleen je moet wel de grens van het tamelijke in oog houden. Waarom is het vandaag in ieder geval tot nu toe zo gemoedelijk en lief en vreedzaam? Nou, ik denk omdat er geen ME is. En ik denk ook omdat we in beweging zijn. Als het iets statisch is en de burgemeester verbiedt dat, dan heb je een probleem. Ja. Dit is natuurlijk iets wat heel dynamisch in beweging is. Is denk ik lastiger te controleren. Dus geleiden ze het maar in baan. Dat idee heb ik. Maar ik weet niet of het zo is hoor. Ik ken de diepere gedachten er niet achter. Het was een beetje spannend op een leuke manier om hier te komen. Want het was een soort speurtocht. Absoluut. Daar verzamelen. Het werd zo laat mogelijk bekendgemaakt natuurlijk. Ja. Ook voor ons was dat het geval. En dat is de enige manier dat je nog een vrije demonstratie kan organiseren, lijkt het. Dit is de leukste demonstratie, zeg ik maar eventjes, van het afgelopen 12 maanden. Afgelopen jaar, maar dan bedoel ik gewoon sinds de coronacrisis. Dit is een... Leuk dat je er weer bent. Ja, zeker. Nou, goed dat jij er ook bent. Was. Toen ik daar wegliep, kwam ik iemand met een ukulele tegen. Ja, die ken ik ook. Die is ook altijd aanwezig. En deze keer mis ik hem. Nou, ja. Die zal wel op het Museumplein zitten. Nee. Wijnand, die is verhinderd. Die kon vandaag niet. Ja, dat kan altijd een keer gebeuren, hè? Ja, precies. Maar zijn maatje Dennis is er wel. En die ben ik nu aan het zoeken. Oh, zodoende. Dus vandaag ben ik even de stand-in voor Wijnand. Nee, goed. Alleen deze ukulele is nog geen 24 uur oud, dus ik moet nog een beetje oefenen. Ja, nou, ook af. Misschien gestemd worden. Bij stemmen kan ik wel. Ja. Maar eindigt het hier vreedzaam? Of hoe gaat het eindigt hier gewoon vreedzaam. Want ik heb zo'n idee, zeg maar, dat ze geen foute dingen willen, de politie. Want toen werden we net opgehouden. Ja. Toen heeft ook iemand, zeg maar, de vier Maas waarschijnlijk, advocaat Maas, opgebeld. En toen mochten ze doorlopen. Okay. Waarschijnlijk is dat op die manier gegaan. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Je gevoel erbij in ieder geval. Ja, want dat is vorige week in Wellevoets thuis ook gebeurd. Toen we werden gegijzeld. Ja. Toen heeft advocaat Maas, dus van de BPOC, gezorgd dat wij in ieder geval bevrijd werden. En uit de ophouding of gijzeling vrijgesteld werden. Ja, oké. Okay. Maar goed.
Nou ja, dat is wel hoopvol. We kunnen oversteken. Ja. Ik hoop, waar ben je nou? Oh, daar. Ja. Want het is alleen maar leuk en gezellig nu. Ja. En wel wat politie, en dat hoort ook zo. Ik bedoel, ja, een grote groep mensen, dan heb je politiebegeleiding, dat is prima. Maar geen agressieve politie? Helemaal niet. Nee. Alleen maar leuk. Nou, dan vind ik het een beetje raar dat ze die mondmaskers aandoen. Maar het is allemaal zo gepolariseerd, dat misschien voelen ze zich veiliger met zo'n mondmasker. Nee, maar dat is opdracht ook van de werkgever, hè? Oh. Maar goed, ik weet niet wat voor arbeidsvoorwaarden ze hebben, dan kennen ze die waarschijnlijk niet. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je je veiliger voelt nu, ja, met zo'n ding voor je mond. Als je in ieder geval daarin wil geloven, prima. Hoeveel politieagenten lopen hier vooraan mee? Heb je dat een beetje in de gaten? Dat heb ik niet meegekregen, maar er zullen misschien hooguit een stuk of 50 zijn. Ja, nou, tientallen, dat, ja, nou, dat vind ik een heleboel. En zorgmedewerkers erachter ook. Ja, ook nog een keer. Ja. Ik vind het prachtig, zeg maar, dat in ieder geval dit Police for Freedom, uiteindelijk zo geregeld is. Ja. Ondanks het feit dat we eigenlijk eerst een soort zoekplaatje hadden in Nederland, waar, ja, we in ieder geval de demo uiteindelijk zou plaatsvinden. En ik vind het een prachtige omgeving. Maar dit is het ding, hè? Ja. We hebben nog nooit zo'n speurtocht gehad, zo'n soort vossenjacht, nee, om hier naar zo'n locatie te komen. En er zijn duizenden mensen. Ja, inderdaad. Die hebben de moeite genomen om dat te doen en te onderzoeken, zeg maar, waar ze in ieder geval welkom waren, zeg maar, om je gezelligheid te vinden. Nou, en ik weet in ieder geval... ik weet niet of hier welkom, ik voel me wel welkom, maar ik weet niet of burgemeester Baarn dit nog heel erg leuk vindt. Ja, de burgemeester is in dienst van ons, hè? Ja, nou, ik was gisteren bij die rechtszaak tegen de burgemeester van Hilversum, ja, die het verbood. Berendsen is dat, hè? Hè? Berendsen? Nou, hij was niet zelf aanwezig, hij liet zich vertegenwoordigen, maar ik was in die, en dat was een virtuele rechtszaak, dus, ja, online. En kennelijk is door de burgemeesters collectief samen met veiligheidsregio's afgesproken dat we categorisch geen marsen meer mogen doen in Nederland. Nergens. Gewoon geen marsen. Dus inperking van je rechten? Ja, dus ze hebben een beperking gesteld op hoe je mag demonstreren. Dat mag alleen maar statisch, dus op een pleintje of zo. En lopen mag gewoon categorisch niet. Terwijl op dat moment er een fakkeltocht was in Amersfoort, in dezelfde, ja, veiligheidsregio. En ja, dat was ook een perfecte, want daar ben ik ook bij geweest. Oh, was je ook bij? Wil je verslag, ja, doen? Hoeveel mensen waren daar? Bij die fakkeloptocht waren ongeveer 300 mensen. 300? Ja, en die hebben inderdaad een hele mooie tocht, zeg maar, door het centrum van Amersfoort gemaakt. Waarbij, zeg maar, geen enkel verkeerd woord is gevallen. De reden dat de rechter de burgemeester van Hilversum in het gelijk stelde en deze demonstratie verbood, was omdat in Amersfoort er tientallen mensen zouden meedoen en hier honderden. Dus die ongelijkheid, van Amersfoort is klein en hier is het groter, dus daarom mag het hier niet, daar klopt ook geen hout van. Een vreemde redenatie. En ja, sowieso een vreemde redenatie. Nou, maar ja, ook, dat is met een heleboel dingen zo op dit moment. Dat een burgemeester op voorhand de vorm van een demonstratie gaat bepalen, daar vind ik wel wat van. Gaat hij ook bepalen wat we mogen zingen? Ja, inderdaad. Ja, goed. Dit liedje mag wel, dat liedje mag niet. Ja. Ik heb hem al. Ja, dankjewel. We hebben ons rondje gelopen. Vertel maar, hoe ging het? Goed, hè? Ja, nou, het was even een moment van wat gebeurt hier. Ja? Hè, van, wanneer was dat? Het was op 1/3 van wat we nu hebben gelopen. Ja? En toen werden we op een gegeven moment gestopt door politie, ME. En toen zijn met name ook veteranen gaan praten met ze. En toen mochten we door, want we hadden ook echt zoiets, nu moeten we door. Het is gelukt, we zijn hier weer. Het is gelukt, we zijn terug, we zijn mooi begeleid. Door alle heel goed gevoel. Er waren heel veel mensen die vanuit hun huizen aan het zwaaien waren. Zag ik ook. Die langs de straat aan het zwaaien waren. Een beetje als de avondvierdaagse, echt een ontlading, toch? Ja, precies. Maar geen mopperende mensen gezien? Nee. Ik heb alleen maar mensen langs de kant gezien die duidelijk ons ondersteunen. Ja. Kijk, ik denk steeds, de mensen die op durven of hier durven te staan, is het topje van de ijsberg. Ja. En al die andere mensen die zitten thuis om wat voor redenen dan ook. Maar die ondersteunen ons wel. Is er iets veranderd vandaag? Is de demonstratie in Nederland... Ja, dit is een geweldig gevoel. Ik heb ook al tegen agenten gezegd van nou, jullie collega's, de meeste worden naar Amsterdam en Den Haag gestuurd natuurlijk. Ja. Maar Amsterdam en Den Haag mogen een voorbeeld aan dit nemen. Nou, vertel het nog één keer. Waar staan we hier voor? Nog één keer. Nou, we staan hier sowieso dat onze alle wetten gewoon opzij geschoven worden. He, al onze grondrechten worden gewoon opzij geschoven. Voor een virus wat nog geen 1% mortaliteit heeft, waar we eigenlijk, als we geen PCR-testen zouden hebben, al een half jaar uit zouden zijn. Nou, ik sta hier eigenlijk onderhand alleen nog maar voor het recht op demonstreren. Ja, precies. Even los van en, ja, maar wij zijn ook, wij hebben er genoeg van
om patiënten op te moeten sluiten, om mensen dat ze hun familie niet mogen zien, dat ze eenzaam, wij mogen de mensen niet eens knuffelen die liggen pijn te lijden eigenlijk, hè? Ja. Maar we doen het wel. Ja. Maar dan kan je dus gemoppen van krijgen, ook van andere collega's. Maar je bent hier voor de mensen. En niet om alle regeltjes maar op te volgen, waarvan je weet dat het niet goed is voor die mensen. Mensen die weken in hun kamer worden opgesloten, die krijgen trombose omdat ze niet meer lopen. Ik hoor vandaag ook weer van verschillende IC-verpleegkundigen. Er zijn zoveel mensen die gebarsten blinde darmenontstekingen hebben, omdat ze niet naar het ziekenhuis worden geholpen. Wat gebeurt er dan? Dan barst de blinde darmontsteking en dan krijg je een buikvliesontsteking. Mensen met tumoren die nu uitzaaiingen hebben, die nooit geen uitzaaiingen hadden hoeven hebben. Als ze op tijd, de operaties zijn 2-3 keer, zijn er uitgesteld, die operaties. Ik hoor net weer van ja, we moeten weer afschalen. Dat betekent dat je weer allerlei operaties moet opschuiven. Die mensen, die worden niet voor niks geopereerd. Dus hun ziekte gaat maar door. Wanneer worden deze doden geteld? Jij begint. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Kwam de wijkagent langs, ik vroeg heb je me gemist? Hij zegt ga je demonstreren, ben je soms een terrorist? De politie is mijn beste kameraad. Laat je uit de bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. Lekker met zijn wapenstok ze slaat. Als je wilt gaan demonstreren, want dat is gewoon je recht. Want het vol met blauwe busjes wordt de toegang je ontzegd. De politie is mijn beste kameraad. Die zo lekker bovenop je hartje slaat. Daarom mijt ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie was mijn beste kameraad. De politie was mijn beste kameraad. Omdat hij zomaar mijn grondrecht heeft geschaad. Toch hoop ik dat de straat sluit, want het is nog niet te laat. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. Toch hoop ik dat hij zich aansluit, want het is nog niet te laat. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. Dan wordt hij vast weer mijn beste kameraad. Dankjewel, hè? Ja. Ja. Nou, echt tekst zo goed dat je hoofd lint. Ja, toch? En dan ken ik hem. We zijn klaar, dan ken ik hem. De zon kwam op. Ik zag een draadloos landschap. Waar zonder grenzen de vrij van land was. En niemand opschreef wat je gedaan had, waar dit land er ligt voor jou en mij. Het rok is. Laat staan dat ik me kan ingaan over vuur.